Hoe kan je digitale tools inzetten om aan de slag te gaan met e-democratie? Francesca Bria weet daar alles van. Ze zette Barcelona op de kaart op het gebied van e-participatie. Op de dag van de lokale democratie deelde ze haar ervaring. We are running a very big participatory democratic experiment in Barcelona. And now we see that citizens are more involved. They are actively participating in shaping the future of their city, in shaping the politics of their city. Because citizens now feel there is less distance between themselves and the policy. They trust more the local government because they feel they're part of it. Voor Francesca heeft het inzetten van e-participatie een grote urgentie. Ze ziet daarbij wel randvoorwaarden om het goed in te kunnen zetten. We think there cannot be the digital revolution without a democratic revolution. And a genuinely participatory democracy is the only antidote to right-wing populism. So if we don't engage people, if we don't involve people as the solution, as being part of the democratic process of taking decision, we really risk of a failure of the political system. We think that the tools that we use should be open source, so that it's more transparent and we can build a community around the tools. And the tools are auditable with open licensing and licensing in the public domain, so that we can build digital commons. We also think that the ecology of open source tools should be decentralized and privacy enhancing, so that we keep privacy and security by design. And also that citizens should be able to their data. And then, for instance, we are integrating tools like the blockchain or distributed ledger that create trust, auditability, and that decentralizes the digital democracy systems. Ook voor Nederland ziet Francesca grote potentie. I think that there is a lot of potential to involve the population more, to really revitalize the political system, to expect some change also from traditional political parties that are maybe less keen to open up. And the fact that, I mean, here there is a unit that's doing digital democracy. In an event like this, there are so many mayors and city officials and like government officials, make me think that there is a very big appetite for participative democracy and that the digital tools can help. Help if you do it in the right way to make it happen also in Holland. Internationaal gezien heeft e-democratie dus al grote successen opgeleverd. Ook in Nederland worden de eerste stappen gezet. In Nederland zie je dat er steeds meer digitale platforms opgezet worden. Je ziet dat er op zich, ten opzichte van agendasetting steeds meer mogelijk is. Hè, dat daar wel heel veel mee geëxperimenteerd wordt. Maar nog niet zo heel veel met het participatief budgetteren. Digitale platforms zijn eigenlijk interessant omdat ze mogelijk ook inclusiever kunnen zijn dan de traditionele democratie. En je ziet dat op digitale platforms een veel diverser publiek aangesproken kan worden. Mensen die misschien minder makkelijk het huis uitkomen, werkende mensen die het druk hebben en ook heel vaak 's avonds al iets te doen hebben of kinderen hebben, dat die wat minder makkelijk naar die inspraakavonden komen. En dat die wel aangesproken kunnen worden door digitale platforms die daar makkelijk toegang toe hebben en dus ook makkelijker hun stem kunnen laten horen via die platforms. Gesproken over transparantie, dan denk ik dat vooral open source platforms daar heel geschikt voor zijn. Die zijn natuurlijk zowel aan de voorkant als aan de achterkant democratisch ingericht. Dus je kunt zeggen, de achterkant die is ook deelbaar, die kan iedereen inzien, die kan je aanpassen. Dus die heeft eigenlijk allerlei democratische waarden die je ook aan de voorkant hebt. Nou, als je het hebt over deliberatie, dan zou je kunnen zeggen dat digitale platforms daar heel erg op ingericht zijn. Dat je mensen de mogelijkheid geeft om te argumenteren en om hun eigen argumenten ook aan te dragen. Joep Meindersma is bedenker van Argu, een online inspraakplatform. Hij heeft 4 tips om e-participatie tot een succes te maken. Met Argu hebben we veel ervaring gehad met het experimenteren met gemeenten. Dat leidde soms tot grote successen en soms tot teleurstellingen. En wat maakt nou dat een e-tool inzetten tot succes leidt? Allereerst is belangrijk, zet het onderwerp centraal, niet de tool. We komen soms bij gemeenten langs die graag iets willen doen met burgerparticipatie, maar nog niet precies weten waar dat dan aan moet worden gekoppeld. Het is bij e-participatie ontzettend belangrijk om het altijd te koppelen aan concreet beleid waar een echte beslissing mee wordt genomen.
Een voorbeeld daarvan is hier, op de Maliebaan in Utrecht. De gemeente vroeg mensen wat ze liever wilden. Een rotonde, de huidige situatie of liever een park. Dat spreekt tot de verbeelding en dat zorgt ervoor dat veel meer mensen mee willen praten. Ten tweede, durf te kiezen voor spannende onderwerpen. Te vaak wordt er gekozen om te experimenteren met kleine, relatief niet belangrijke onderwerpen. Dat is minder eng als overheid, maar het zorgt er ook voor dat veel minder burgers betrokken raken. Dus durf groot te denken. Zo wist bijvoorbeeld de gemeente Hollandskroon ontzettend veel mensen te betrekken door te vragen waar moet het asielzoekerscentrum komen. Ten derde, informeer de burger. Gebruik heldere, duidelijke taal en als het eventjes kan ook beeldmateriaal. En wees ook niet bang om zoveel mogelijk kennis te delen. Je zou misschien denken dat je daarmee de stem van de burger beïnvloedt, maar het is dan tenminste wel een goed geïnformeerde stem. Als laatste is het belangrijk om realistische verwachtingen te scheppen. Laat weten wat er wel kan, laat weten wat er niet kan en laat ook vooral weten wat er gebeurt met de input. Een voorbeeld van een gemeente waar de spelregels heel duidelijk zijn, is Amsterdam. In Amsterdam wordt al geëxperimenteerd met e-democratie. Onder andere met de stem van West. We zijn met online tools begonnen omdat we ervan overtuigd zijn dat de democratie een nieuwe fase ingaat. Door technologische ontwikkelingen, platformsamenlevingen, hebben we veel meer mogelijkheden om democratie inclusiever te maken, transparanter, frisser. En daarom hebben we onder andere Stem van West ontwikkeld. We hebben meer tools ontwikkeld, maar Stem van West er één van, op verzoek van de Raad. Die wilde de kennis en de creativiteit van bewoners direct bij hun werk betrekken. Bij offline participatie of bij inspraak zie je vaak dat mensen komen omdat hun belangen geschaad zijn. Dus er gaat veel creativiteit en energie verloren. Wij zijn ervan overtuigd dat met online tools, met Stem van West, er een directe link is tussen bewoners en de Raad. Waardoor ideeën transparanter en in alle openheid worden behandeld. En daarom zijn we met dit project gestart. Hoe werkt Stem van West nou? Laat ik het uitleggen aan de hand van een voorbeeld. We staan aan het plein. Bewoners wilden graag het plein gezelliger en groener maken. Ze wilden graag hagen om het plein en het grasveld groter, picknicktafels en nog wat andere aanpassingen. Nou, wat hebben ze toen gedaan? Ze hebben een plan geüpload op Stem van West. En daar hebben ze vervolgens een fotootje bij gedaan met wat uitleg over het plan. Vervolgens hebben ze campagne gevoerd. Je moet eigenlijk minimaal 100 stemmen hebben om in aanmerking te komen voor bespreking in de raad. Buurtbewoners kunnen stemmen op dit plan en met argumenten aangeven of ze het wel of geen goed idee vinden. En zo ontstaat er eigenlijk meteen een goed uitgewerkt plan met argumenten. Eén keer per maand stellen we vast welk plan het meeste stemmen heeft. En dat plan komt eigenlijk ongefilterd, wordt ongefilterd geagendeerd in de raad. De bewoner van het plan wordt uitgenodigd om in de raad te vertellen over zijn plan. Hij wordt tussen het bestuur gezet en vervolgens is er een open en informeel gesprek over het plan. Vervolgens bespreekt de raad het plan en neemt een besluit. Afhankelijk van de aard van het idee en de mate waarin een bewoner betrokken wil zijn, voeren we het plan uit op samen met de betrokken mensen. Bewoners worden altijd op de hoogte gehouden van de voortgang van het plan. Bij het Zanerweplein is onlangs €25.000 beschikbaar gekomen voor zowel groen als wat aanpassingen. En buurtbewoners willen eigenlijk nog met ons in gesprek over speelvoorzieningen. En daar is nu een eerste gesprek over gepland met de wethouder. De toegankelijkheid van Stem van West is eigenlijk heel groot, omdat we hebben gezegd dat in principe de ideeën over alles kunnen gaan. We hebben inmiddels sinds het begin 28.000 unieke bezoekers, waarvan eigenlijk heel veel bewoners die nog nooit iets met de politiek hebben gedaan of nog nooit met raadsleden in aanraking zijn gekomen. We hebben inmiddels zo'n 80 plannen voorbij zien komen, waarvan we 10 ongeveer hebben besproken in de raad. Het levert ook echt hele andere gesprekken op in de raad en hele leuke, creatieve, nieuwe samenwerkingscoalities met bewoners. Bij het ontwerpen hebben we goed gekeken naar de werkprocessen van de raad en hoe die aansluiten bij de ideevorming en de plannenmakerij van bewoners. En hoe die graag willen dat proces ingericht willen hebben. Dat hebben we op elkaar proberen aan te sluiten. De raad zeiden, het is hun tool, zij modereren de site. Dus zij geven tips aan bewoners over de site, over de campagne. En hebben dus een betrokkenheid bij de indieners van het plan. We vragen wel aan de ambtenaar om even
context van een plan te schetsen als het in de raad komt, maar geen uitgebreide onderzoek naar het plan. En dat vraagt een andere rol van die raadsleden. Dat plan komt ongefilterd, dus ze zullen ook kritische vragen moeten stellen, verwachtingen moeten bijstellen of mogelijkheden en onmogelijkheden moeten schetsen. Dus rechtstreeks in het gesprek met de bewoners in de raad. En dat geeft een hele andere dynamiek dan een normaal proces. En pas als dat heeft plaatsgevonden en de raad zegt oké, we gaan hiermee verder, dan volgt het zijn normale proces. Maar blijft de raad verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de site, van hoe de voortgang gaat met de plannen. En dat geeft heel veel nieuwe en andere energie rond het bespreken van deze ideeën. Dat vergt ook iets van raadsleden. Want je kan natuurlijk heel enthousiast roepen dat je een plan van bewoners heel erg leuk vindt. Maar je moet je ook de consequenties daarvan, namelijk het organiseren van het budget, is ook een verantwoordelijkheid van de raad. Dus die balans die moeten ze zelf zoeken. En dat geeft een hele nieuwe manier van met elkaar plannen bespreken in de raad. Ik zou alle gemeenten en raadsleden, ambtenaren, wethouders willen oproepen, ga het gewoon doen. De tool is open source beschikbaar, die kunnen jullie zo krijgen en mee aan de slag gaan. Dus dat voorwerk is allemaal gebeurd en betaald. En vervolgens komt er gewoon heel veel leuke energie voor. En het vergt een beetje om over je angst heen te stappen. Mensen zeggen, er komen allemaal rare plannen op de site en dat gebeurt gewoon niet. Ook omdat de bewoners met elkaar eerst over dat plan in gesprek gaan, zie je dat het zichzelf corrigeert. En natuurlijk wordt er wel eens een raar plan op de site gezet, maar die haalt het gewoon niet. En alleen echt plannen waar veel bewoners bij betrokken zijn, waar veel energie rond zit, die blijken het steeds te halen. Die heel vaak heel vrolijk zijn of heel goed bedoeld. En veel negatieve zaken die blijven vanzelf onder de radar, die halen gewoon geen stemmen. Dus je kunt het gewoon risicoloos doen, kosteloos ook nog, dus ik zou zeggen aan de slag. Digitale e-democratie tools bieden dus ook in Nederland volop kansen om de lokale democratie te vernieuwen. Volgens Francesca Pria is dat hoog nodig. Participatory democracy and online democracy is becoming the core of reshaping democracy and rethinking about the relationship between citizen and government. And if we think about it, political institutions that we have, parliament, political parties, political manifestos, are of the last century. They are 200 years old. So we really need to rethink the way we do democracy. And now we have the possibility with digital technologies to do that.